allemaal de beste wensen. Het is 5 januari 2015. En ik ben weer op zoek naar nieuwe stekken. De laatste tijd vang ik goed op een bepaald water. En er zitten wat grotere vissen, maar die vang ik niet. Dus ik ben op zoek naar een andere plek. En perfecte dag vandaag om te zoeken. Dus ik ga nu even met mijn dieptemeter over het water heen. Waypointje zet in de GPS met de watergolf. Dat is heel grappig. Ga ik even filmen onder water. Laat ik hem afzinken via een touwtje. En dan per stek kan ik even kijken hoe de bodem eruit ziet thuis. En ik ga meteen mijn hengels klippen. Als ik een stek heb, vaar ik mijn lijn uit. Op de kant meet ik de afstand op. Zodat ik de bodem even te nemen. Dus ik ga even zoeken en zie ik me straks. Ik ga nu de waterwolf laten zakken. Het is 10 meter diep op deze stek. Ik ga gewoon even kijken hoe het eruit ziet. Dat kan ik thuis pas zien. Maar dan weet ik wel of het hoe ik qua systeem moet vissen. Dat is op zich wel belangrijk. En daar gaat hij. Het touwtje lang genoeg is. Ik heb nu de verste hengel uitgevaren. Ik heb vanaf de kant heb ik hem geklipt vanaf de positie waar ik ga gooien. En die ga ik nu opmeten door middel van een aantal hengellengtes. Die zet ik in mijn telefoon. Ik onthoud een richtpunt en als ik hier aankom, dan meet ik de lengte af. Ik klip hem vast. Ik ga hem richting de richtpunt en ik lig op mijn stek. Dan hoef ik geen boot mee. Dat scheelt een hele hoop werk. Dus ik ga dat nu even doen. En dan, even kijken. Nou, ik kom uit op 23,5 hengellengte. Ik weet dat 28 hengellengte 100 meter is. Dus ja, 23,5 keer 3,60. Dat is prima te gooien. Dus dat is mooi. Want dat is ook altijd nog wel. Als je net te ver uitvaart en je gooit het niet, ja, dan heb je ook een probleem natuurlijk. Dus ik ga nu even een paar keer gooien. Omdat ik even de plek herken vanaf de kant. Dus ook met de werppijp goed kan voeren van de wijk. Dan doe ik hengel nummer 2. Het is even werk de eerste keer. Dan heb je er wel heel veel profijt van. Want je komt aan, je weet precies waar je ligt. Zonder te veel tijd erin te steken. Dus je kan meteen vissen. Stek 2. Gaat hij mooi de diepte in. Hengel 2 was 10,5 hengellengtes. Die ga ik even opslaan in mijn telefoon. En dan ben ik klaar. Ik hoef de volgende keer met voeren. Zo gebeurt. En stokjes, distance sticks, zijn gewoon twee oude steunen waarvan ik de bovenkant eraf heb gehaald. En die zijn mooi glad, die lijnen daar hangen en zo simpel is het. Iedereen heeft wel een paar oude bank sticks. Dag 2, ik ga weer even voeren. Ik voer ditmaal met een mix
Een Squidilicious vismaboli en een zoete mulberry. Ik zal hem in, door de helft gesneden. Lekker attractief. En je hebt meer aas om te voeren. Dus je houdt de vis langer vast. Voeren doe ik met spot. Ik heb zoals je weet, afstand gemarkeerd. En ja, daar ga ik nu gewoon gebruik van maken. Ik heb de hengel al zien. De lijnen lopen hier. Dat is 23,5 hengellengtes. En ja, ik ga voeren. Ik vul de gewone normale spot met bolies. Ik dicht hem af met een beetje lokvoer aan de bovenkant, dat ik niks mors. En ja, een half kilootje bestek is ruim voldoende. Misschien nog wel iets minder. Ik ga morgen vissen, dus ik wil niet te veel voeren. En ik ga verder de slag. De spot die vul ik met stukjes bolies. Halve, hele, van alles. Ongeveer iets over de helft. En een klein beetje lokvoer. Een beetje erop. Ja. En klaar. Dit gaat als een raket. Er zijn makkelijke manieren voor, zoals de spomp. Alleen ja, die heb ik niet. Momenteel, dus ja, je moet het doen met de dingen die je hebt. Dit gaat prima. Slip altijd dicht. Vingertje, om je vinger te beschermen. Nou, gewoon richting je richtpunt gooien, zo simpel is het. Ja, ga ik weer vieren. Lijn clip. En dat ligt precies op de stek waar het moet zijn. Heel simpel eigenlijk. Het kan gewoon niet fout gaan. Ik heb hem twee keer geklipt. De ene is de lange afstand, de andere is de korte afstand. Als ik morgen aankom, dan is het gewoon eerst de korte afstand voeren. En dan de lange afstand. En dan gaat het lekker snel. En dan hoef ik niet eerst op te meten. Ja, dit was deel 1, voorbereiding. Hoe de sessie gaat, dat zie je een paar dagen later. Tot ziens.